Ja, voorzitter. Want soms lijkt het me toch wat ingewikkeld wat het beeld is wat er hier van de AIVD geschetst wordt. De AIVD heeft natuurlijk ook inderdaad kennis van trends en fenomenen. En op het moment dat er een heftige aanslag is in Israël door Hamas, dan neem ik aan dat de AIVD ook in het snotje heeft van hey, er zijn demonstraties en het levert spanningen op. Want als de AIVD daar geen kennis van zou hebben of daar helemaal niks mee zou doen, dan zouden onze diensten volgens mij het werk niet zo goed doen. Dus volgens mij doet de AIVD dat ook. Maar misschien doen ze dat minder snel, dat kan. Maar moet ik het nou zo begrijpen? De AIVD let dus ook wel op bij demonstraties, neem ik maar even aan. Heeft ook kennis van trends en fenomenen. Maar wat de NCTV extra doet, is dat zij ook de kennis die bij gemeenten is, die bij wetenschappers is, dat die allemaal samenbrengt. Waar ik nog een beetje moeite mee heb, is dat de NCTV dan zelf ook nog even op Twitter kijkt. Om dat dan te duiden. En volgens mij is dat ook het stukje van het verwerken van de persoonsgegevens waar er moeite mee is. En ik sla het even wat platter dan het natuurlijk daadwerkelijk is. Maar kijk, het is prima dat de NCTV alle openbare informatie of informatie van de diensten, van de politie, van de AIVD, van de MIVD allemaal samenbrengt. En op basis daarvan een analyse maakt van hey, dit is wat er gaande is op basis van al die bronnen. Maar waar de SP nog moeite mee heeft is, de NCTV kijkt ook nog zelf even op Twitter en gaat zelf nog even zijn voelsprieten in de samenleving stoppen om dan nog even en dat er ook nog even bij te betrekken. Zie ik het dan zo goed, voorzitter? Of ligt het toch weer wat anders? De minister. Ja, voorzitter, kijk, de AIVD heeft hele andere bevoegdheden, hele andere toezichthouder en kan heel vergaand onderzoek doen naar actoren die een dreiging kunnen vormen. Dus op het moment dat er iets gaande is, zal de AIVD extra alert zijn. Bij hun bronnen zien zij individuen of netwerken vergelijkbare zaken voorbereiden of is daar een concreet gevaar, dan zullen zij inlichtingenberichten uitbrengen richting de instanties die daarop moeten handelen. Dat is een hele andere taak dan wat de NCTV op zo'n moment doet. Als er een aanslag is, dan zal NCTV kijken, is het terrorisme? Moet het dreigingsniveau omhoog? Dat bepaalt de NCTV. Daarvoor moet je wel weten wat er gaande is. En dan zeg ik erbij, daarvoor moet je ook de actuele informatie hebben. En feit is dat als je snel moet reageren, snel alert moet zijn en moet weten wat gebeurt er in de samenleving, dan kunnen we er ook niet meer aan voorbij dat een heel groot deel daarvan ook op social media zich afspeelt. Vandaar dat we hier ook het voorstel doen om dat juist helemaal geborgd en afgebakend die ruimte te geven. Het is natuurlijk heel gek dat ik als minister of mevrouw Temmink als Kamerlid online kan zien wat er gaande is, maar de NCTV niet. En dat is wel wat het is. En het gaat over een hele snelle scan. Soms is dat binnen een uur, ligt er al meteen een scan van de NCTV. Moet dat richting de partners. Dit is wat we zien, hier moet je alert op zijn. En ondertussen wordt in de gaten gehouden met alle informatie vanuit de partijen die mevrouw Temmink ook noemt, om te kijken of het dreigingsniveau omhoog moet, hoe we daarop moeten handelen. Als er onrust is binnen bepaalde gemeenschappen, zoals de Joodse gemeenschap. Ja, de gemeenten zijn in de lead, maar vragen dan wel de hulp van de NCTV om het te helpen duiden. Wat zien we? Dat zijn allemaal zaken waar een AIVD totaal met hele andere dingen bezig is. Echt hele andere dingen. En het tweede deel van mevrouw Temmink's van haar vraag klopt inderdaad dat de NCTV dus ook al die andere beelden dan ook gezamenlijk kan aanbieden vanuit de coördinerende rol. Ja, vervolgvraag van mevrouw Temmink. Ja, voorzitter, hier wordt volgens mij toch een valse tegenstelling neergelegd. Want het is inderdaad, ik bedoel, iemand van de NCTV mag ook op Twitter kijken en kan ook die berichten zien. Maar er is natuurlijk wel degelijk een groot verschil dat ik als privépersoon een berichtje op Twitter zie en ik maak daar een screenshot van voor eigen gebruik, of het ministerie doet dat. En die gebruikt dat ook nog eens voor analyses. Ik vind het heel, heel logisch dat daar meer voorwaarden aan verbonden zijn, dat dat niet zomaar mag. En dat dat heel anders is dan dat ik als privépersoon zo'n berichtje zie. Dus ik vind eigenlijk die tegenstelling een beetje ingewikkeld. Dan wordt gedaan van, nou ja, dat is toch heel gek dat wij van die kennis, of dat wij geen kennis mogen nemen van die openbare berichten. Ja, op zich mag dat wel, maar mag je ze dan ook opslaan? Mag je daar dan ook gevolgen aan geven? Mag je ze dan ook gebruiken? Ja, die vraag is natuurlijk voor een overheid met heel veel macht heel andere vraag dan voor een individu als ik gewoon thuis op de bank zit en ik lees die Twitterberichtjes. Dus ik vind die tegenstelling, daar maak ik wel een beetje bezwaar tegen, voorzitter. Ja, voorzitter, het is geen tegenstelling. Kijk, feit is, Een NCTV'er mag als NCTV'er op dit moment vanuit de taak van de NCTV niet online kijken. Gewoon kijken kan niet. Ik vind dat dat wel moet kunnen. Zeker als je kennis wil hebben van op het terrein van nationale veiligheid, direct naar aanleiding van wat ergens gebeurd is, dan moet je dat kunnen zien. Dat is superbelangrijk.